Zo, we zijn weer op paddenstoelentocht. Nog niet zoveel gevonden. Het is ook al laat, 6 november. Twee steinpilsen, die hadden we de vorige keer nog niet. Dat is ons eekhoontjesbrood. Dus dat is leuk. En twee al schoongemaakte ringbolleten. Maar het doel is nu de bloedreitsker. Ik moet nog even opzoeken hoe dat ding in het Nederlands heet. Dat horen jullie nog wel. Ik hoop dat we er een paar vinden. Het zou een nieuwe soort zijn. Leuk. Wel spannend. Plaatje zwam. Maar mijn collega Christian die kent ze wel. Dus we zoeken even verder. Nou, Christian heeft een bloedreitske gevonden. Maar die is niet meer goed. Maar kijk eens hier. Daar staat er een. Zo. Dus je ziet een plaatjeszwam. En als je hem dan doorsnijdt, dan is die dus zo oranje. Hij kan ook wat blauwe vlekken hebben, waar die eens een keertje gekneusd is. Nou, leuk. Nou, de oranje kleur is duidelijk zichtbaar. Dat is mooi. Ik zet in de ondertiteling alweer hoe die heet. Kijk hier, die blauwe vlekken. Ja. Wie de een nieuwe pilsart? Een maronenröhrling. Oh, dat wächst, is de marone. Wächst meistens am Fuß van alten Kiefern. Van großen Kiefern. Cool. Maronenröhrling. Ziet aus wie een boetepils met een ganz langer Stiel. Ja, hat meist lang Stiel. En is sonst, ja, vielleicht. Gleich ein Steinpilz, ein bisschen ähnlich von der Festigkeit. Aha. Okay, erklär mal. Schön. Milchreizker. Ja. Im Unterschied zum Blutreizker kein Blut drin, sondern weiße Milch. Ja. Nicht genießbar. Okay. Aber optisch eben könnte man schnell verwechseln. Ja, stimmt. Naja, weg damit. Aber hier, den, was hast du gesagt? Falsche Glucke? Krause Glucke. Krause Glucke. Oder fette Henne. Fette Henne, guck mal. Auch zum Essen. Hab ich ein Glück. Das müssen wir vielleicht schneiden müssen, das kann vielleicht kaputt gehen, oder? Das gehen? Ja. Okay. Schön. Ja. Halleluja. Dass man das essen kann. Na, ich. Auch braten in der Pfanne. Ja, klein schneiden auch und dann mit in die Pfanne rein. Aber selber machen sehr schwierig. Ja, het wordt heel interessant. Zo, weer terug thuis in de keuken en we hebben inmiddels wat schoongemaakt. Hier de grote sponswam. Die hoort dadelijk binnen een minuutje of 10 ook erg knapperig te worden in de pan. De kleine kastanjeboleet die we hebben gevonden. En ja, hier ben ik ook wel heel benieuwd naar. Dit zijn de oranje-groene melkzwammen. En dan de vier eekhoontjesbrood. En een paar van die geringde boleten. Die gaan dan later in de macaroni maar, denk ik. Met carbonara saus. Groene melkzwam met wat peperzout en wat groene kruiden, peterselie bijvoorbeeld kan ook. Klaar, fertig. Nou en dan die sponswam. En dat is heel interessant met peper en zout, maar deze, ja, die oranje groene melkzwam, oh la la, echt een aanrader. Dat was de lekkerste paddenstoel tot nu toe van allemaal. Jongen, jongen, maar heel enthousiast. Nou, die kastanjeboleet heb ik al geproefd. Die is ook helemaal niet slecht. En deze, die grote sponswam, die is lekker knapperig. Echt heel bijzonder. Nou, lekker hoor.
Nou, die eekhoorntjes brood, die hebben wat vraatplekken van slakken, denk ik. Die snij ik dan maar weg. Dat lijkt me wel zo gezellig. Dat gaat vrij vlot, hup, weg ermee. En dan gaan die dadelijk in een saus. Een carbonara saus uit Nederland meegenomen. Kan men hier. Ik heb ze nog niet gevonden in de supermarkt. Deze wat ouder. Ik gebruik hem toch. Steel een beetje schoonmaken. En dadelijk in de stukjes in de pan. Zo, hier nog een stukje wegsnijden. Klaar. Die zijn al klaar. Deze nog. Spekjes, paprika, ui. Alles in de pan. 4 eekhoorntjes brood erbij. 5 kleine geringde boleten. Daar komt dan straks nog carbonara saus bij. Meegenomen uit Nederland. Macaroni. Ik weet nu al dat het lekker wordt. Klaar. 40. Glaasje wijn erbij. Lekker is het. Ik heb al geproefd. Doei.